In het kader van het duurzame landbouwproductiviteitproject heeft president Chandrika Prasad Santokhi de officiële opening verricht en de sleutels overhandigd van 3 nieuwe waterschapskantoren aan de voorzitter van het waterschap Paradise, Rajinder Kumar Ramadin. Dit project is 2 jaar terug gestart met het doel de productiviteit in de rijstsector omhoog te brengen en om de concurrentiepositie van Suriname te verbeteren. De districtscommissaris van Ikeri, Sin Rita Gobardan, zegt dat de samenwerking tussen de 6 waterschappen versterkt moet worden. Omdat we gaan naar ontwikkeling, we willen ontwikkeling, maar zonder dat we samenwerken gaat het nooit en nimmer lukken. Laat het meegenomen worden. Het duurzame landbouwproductiviteitproject wordt gefinancierd door de regering via leningsfinanciering van de EIDB. De verwachte resultaten van dit project zijn onder andere verbetering van het waterbeheer, verbetering van de landbouwproductie en verbetering van landbouwgegevens voor besluitvorming. De begunstigden van dit project zijn de waterschappen, de rijstboerengemeenschap en de mensen in het district Ikeri. Dit project duurt van 2021 tot 2025. President Santokhi zegt dat dit project een goed voorbeeld is voor het stimuleren van productie. Alle faciliteiten worden nu in place gebracht, zoals eerder aangehaald. Mensen worden aangetrokken, mensen worden getraind. Die waterschappen die er uiteindelijk kwamen, de besturen. Ik merk dat hun participatie heel erg goed is. Ze zijn heel erg proactief. En ik hoop dat wij binnen onze timeline dit project zullen kunnen beëindigen. Misschien eerder zelfs. En met succes. A very strategic project in the area of agriculture, particularly the rice sector. But also implemented in a coherent manner. By including the stakeholders. By involving all the members of the water board, by including the local government, with guidance from the central government, and with a plan which should support the management, the control of the water system in the country. The drainage system. And the representative of the IDB mentioned already that those activities are more important in a time of climate change. De nieuwe waterschapskantoren zullen fungeren als centrale locaties waar de waterschappen hun plannen kunnen ontwikkelen, vergaderingen kunnen houden en samenwerken om de sector te verbeteren.